Hallo daar, leuk dat je kijkt naar een nieuwe opname van de stem van Songfestival.be 2022. Vandaag spreek ik zelf samen met Joëlle en Thibaut, de inzending uit Georgië. En zij sturen de mysterieuze groep Circus Mircus met het nummer Lock Me In. En ik ben echt benieuwd wat mijn collega's daarvan vinden. En de eerste die mag zijn mening geven is Thibaut. Ja, Jasper, je zei daarnet dat het een mysterieuze groep Ja. is. En ik vind het ook een mysterieus nummer Ja. dat me toch wel positief heeft verrast. Ik had eerst geen hoge verwachtingen van Georgië. Ik dacht dat ze weer een circusinzending, om het zo maar te noemen, zouden sturen naar Turijn. Maar eigenlijk vind ik het echt een degelijk nummer dat me toch wel positief heeft verrast. Ik vind het toch wel, ik vind het gewoon een soort van mysterieus nummer. Ik vind dat het bepaalde elementen heeft die me toch wel op een of andere manier raken. Ik had het echt niet verwacht van mezelf dat ik zou smaken. Maar soms weet je dat niet. Joël? Ja, eigenlijk is dit gewoon wat ik van Georgië had verwacht. Niet zo heel veel, als ik eerlijk ben. Ja. Ja. Ik vind de laatste jaren met Georgië, ja. Die zijn zo een aantal jaar heel sterk geweest. Ja. En nu denk ik, ja, dit is weer zo'n typische inzending van Georgië. Zo, ja. Ik weet gewoon niet goed wat ik erover moet zeggen. Het is zo anders dan al het andere en het refreintje onthoud je wel, maar het is nou niet zo'n nummer waarvan ik denk, ja, dit is nou geweldig of zo. Ja, misschien ook gewoon omdat we gewoon niet weten wie Circus Mircus nou eigenlijk is of wie dat nou precies zijn. Ja. Maar ja, ik kan me ook gewoon niet goed voorstellen dat dit op een podium gaat knallen of dat het er goed uit komt te zien of dat, ja. Ik weet ook gewoon niet of ze live goed zingen en wat ze met die act kunnen doen. En ik zie het gewoon niet voor me hoe dit gaat scoren. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat dit de finale kan halen. Ook al zijn er denk ik wel mensen die dit leuk gaan vinden hoor. Ja, Ja, Thibaut, wat vind jij inderdaad? Joël, ik denk ook niet dat het de finale gaat halen, maar Ja. het is gewoon een persoonlijke keuze. Ik denk, die onwetendheid die we hebben over de groep en over het nummer en over heel het totaalplaatje, dat vind ik iets hebben. Dus Ja. Ik denk dat een beetje het ding is, dat we niet goed weten wat het totaalplaatje gaat zijn. Het kan zijn dat het op het podium staat en dat we wel ineens denken, oh, Ja, dit voilà. kan het wel goed gaan doen. Maar voor nu denk ik, meh. Wel, ik sluit mij volledig aan bij mijn goede vriend Joël. En over Thibaut kan ik enkel alleen maar zeggen dat de vrijheid van meningsuiting soms toch uit de grondwet zou moeten gehaald worden. Want ik snap helemaal niet wat jij hier goed aan vindt. Waar de aaibaarheidsfactor van Subwoofer voor zit met de maskers. Die aaibaarheidsfactor heb ik helemaal niet bij Circus Mircus. Met Ja. die mugshots die ze hebben vrijgegeven en soms ook gezichten die wat geblurred worden. Momenteel zijn het figuren waarvan ik eerder denk van ik ga mijn sakkoche dicht bij mij houden, want ze gaan mij bepikken. Dan lok me in dat ik samen hen ingelokt wil zijn. Dus dat heb ik ermee voorlopig. En voor de rest, ja, het is alles wat we verwacht hadden van Georgië. Waar zijn de hoogdagen van Nina Sublati, van Ja. Peace Will Come, van die blinde vrouw, dat vond ik ook zo goed. Van Shine destijds. Ja. Van hun. Oh, Georgië heeft echt goede nummers ooit gebracht. En nu doen ze echt lekker hun eigen ding. Maar Maar dat mag ook, maar het spoor is zo ver verwijderd van aansluiting te hebben met het Europees publiek, bedoel ik. ja, maar aan de andere kant denk ik wel, ze doen wel gewoon elke keer lekker hun eigen ding. En dat vind ik ook wel mooi dat ze dat gewoon doen. Ja, dat doet Italië ook en dat heeft vorig jaar Ja, ge ja. ge gewerkt. En ge er komt misschien ooit een dag dat Georgië wint. Dat kan ook, dat dat ooit gaat gebeuren. Maar dit jaar gaat het niet gebeuren. Dit haalt Nee. sowieso de finale niet. Dus goed nieuws voor onze Jeremy, want ik denk dat zij ook in de tweede semi zitten, denk ik.
Maar over het nummer zelf nog, ja, waarom vind ik het dan niet goed? Ja, de meeste mensen die zeggen allemaal, ja kijk, de tussenstukken, die zijn eigenlijk niet goed, maar het refrein haalt het nummer naar omhoog, want het refrein, nee, dat refrein doet het voor mij helemaal niet. Dat is voor mij gewoon een ja, raar stukje tekst en een raar stukje muziek, en de andere stroven zijn gewoon maar een rommeltje bij elkaar. Ja, dus het is een heel eigenzinnig nummer, maar ik hou van eigenzinnigheid soms. Denk aan Lolita Zero in Litouwen trouwens, dat was pas eigenzinnigheid. Maar deze circusartiesten uit Georgië, die mogen bij Cirque du Soleil blijven, als je het mij vraagt. Dus ik denk dat we, Joël en mezelf het vrij eens zijn, maar Thibaut die vindt het beter, dus ik ben benieuwd naar zijn punten. Maar eerst zie je de punten van de hele redactie. Dus je ziet wie individueel kleur bekent. En nu gaan wij hetzelfde doen. Dus Thibaut, show me the goods. Ja, ik ga toch een 7 geven. Ik vind het een heel mysterieus nummer. En ja, dat spreekt me aan. Meid. Girl. Nou, dan ga ik het gemiddelde denk ik gelijk naar beneden halen nu. Ik dacht eerst nog... Misschien ga ik het een 4 geven, maar... Sorry, ik geef het toch een 3. Voilà, en ik slaag het ook mee kapot, want ik geef ook een 3 aan de inzending van Georgië. En dat is ook het laatste wat we daar ooit nog gaan over zeggen. Al moeten we het natuurlijk nog één keer aanhoren in de halve finale in Turijn. Maar kijk, als jij een andere mening hebt als je aan het kijken bent, dan moet je nu gewoon op de link klikken boven deze video. En dan kan jij je punten geven voor de inzending van Circus Mircus. Veel succes daarmee en tot de volgende keer. Hè. Bye! Bye.